Ik ben Lara van Zanden en ik ga vandaag naar de voorstelling Koop. En dat is een balletvoorstelling, maar ik ben eigenlijk nog nooit naar een balletvoorstelling toe geweest. Dus dat wordt heel spannend. Ik heb geen idee wat voor pasjes ze gaan doen, waar ik op moet letten. Of ik mag klappen als ik iets mooi vind, of dat ik eigenlijk maar heel de tijd zo stil moet zitten en wachten tot het voorbij is. Ik ben heel erg benieuwd. Wie ben je en wat doe je op de uitmarkt? Ik ben Monique Duurvoort en ik sta hier met een dansstuk op de uitmarkt, het stuk Koop. En het was voor mij zelfs dat Monique Duurvoort dans en ben dansen. Mijn achtergrond is dat ik heb zelf heel lang gedanst, maar heb voornamelijk klassiek en modern gedaan. Ik ben bij Nationaal Ballet gedanst en ben daar ook nu inmiddels 7 jaar geleden gestopt. En ben toen eerst kunst- en cultuurmanagement gaan studeren. En uiteindelijk ben ik toch in de choreografie terechtgekomen en maak nu dus dansvoorstellingen. Hoe is Koop ontstaan? Dat is een goede vraag. Ik had wel al een bepaald idee in mijn hoofd met bepaalde beelden waar ik iets mee wilde doen. En met name een aantal werken die ik heb gezien die mij hebben geïnspireerd om ook zeg maar een stuk te maken. En het is heel moeilijk om uit te leggen van waarom je iets maakt en waarom het er ook zo uitkomt zoals het eruit komt. Ik wilde heel graag iets doen met het idee van hoe gedrag, wat je nu ziet, hoe dat is verbonden met bijvoorbeeld herinneringen inderdaad. Of geschiedenis of wat je misschien doorkrijgt van via je familie, via eerdere generaties en hoe dat eigenlijk een beetje zo doorcijpelt. Opvattingen of inderdaad gedragingen. Moraal, dat soort dingen. Ja. Dus, maar is het niet heel lastig om je emotie te tonen in een dansstuk? Die je misschien al heel vaak hebt gedaan en toch weer die emoties toch weer terug te pakken en dan toch wel weer dezelfde input eruit te halen. Het is heel belangrijk en zeker in een stuk als Koop, dat het moet natuurlijk niet nep over gaan komen. Weet je? Het is niet zo van dat ik tegen dans zeg van we hebben vandaag de 10e voorstelling. Ja, je moet wel goed herinneren dat je wel heel dramatisch moet kijken. Weet je? Dus je hebt wel, ik repeteer natuurlijk vaak met de dansers en ik laat ze ook heel erg uit mijn eigen ervaring of herinnering ook, daar refereer ik aan. Dus dat ze het meer ook uit zichzelf kunnen halen dan dat ik het opleg van hier moet je heel erg blij zijn. Ja, dus want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat ik heb wel altijd een heel duidelijk idee van wat ik wil. Dus het is wat dat betreft moeilijk voor de dansers omdat ze toch wel binnen een heel strak kader zitten. Maar om natuurlijk wel de emotie inderdaad, en er zit behoorlijk wat emotie in dit stuk, goed uit te laten komen. Moeten dansers uiteindelijk terugvallen op hoe zij zelf bepaalde thema's, wat ze daarover vinden of hoe ze dat ervaren. En ook hoe je daarin fysiek uit, al dan niet. Dus ja. Wat betekent de uitmarkt in totaal voor Monique's dance? Monique Duurvoort dance. Duurvoort dance. Ja, of MD dance eigenlijk. Dit is natuurlijk echt gewoon een geweldige vlek om te kunnen staan. En zeker natuurlijk ook vanuit een marketing- en promotie oogpunt. Je krijgt hier de mogelijkheid om eigenlijk een stuk aan een heel divers publiek te tonen. En natuurlijk is het voor het publiek gratis toegankelijk, want dat is natuurlijk ook zeker met de prijs van de kaarten die nu leuk omhoog gaat met ons nieuwe kabinet. Is het toch wel heel een goed moment om gewoon mensen die misschien niet eerder je werk hebben gezien, om dat te tonen. Dat is natuurlijk het leukste, om gewoon ook mensen die misschien nooit naar dans of niet naar dit soort dans gaan kijken. En ik hoop ook gewoon heel cultureel divers. Dat zie je anno nu al helemaal niet meer dan om dat te zeggen. Maar een leuk multicultureel publiek aan te trekken. Wat is je favoriet stuk van Koop? Dat is een moeilijke. Het is een hele mooie sprong in die je heel graag doet. Ik denk echt
Of die juist heel moeilijk is, dat je, nou, als die maar lukt, dan heb ik hem gehad en dan kan ik weer door. Nou nee, het is met koop eigenlijk, en dat is voor de dansers, het, ja, is het sfeer goed kunnen neerzetten. Want het is een behoorlijk donker en zwaar en niet per se leuk stuk, omdat het toch refereert aan, nou ja, het refereert in de eerste instantie aan ja, identiteit en hoe ervaar je de ander die ja, misschien een andere achtergrond of een ander uitziet als jij zelf. Ja. En over, ja, ook, het refereert ook aan gezamenlijke geschiedenis, slavernij onder andere. En dus het is behoorlijk, ja, het is niet zo van, oh, wat ga ik hier blij vandaan of zo. Maar dus het belangrijkste in dit stuk is dat de sfeer wordt neergezet. Het gaat me niet per se om of bewegingen helemaal perfect worden uitgevoerd, maar wel dat het is erg in detail. En, dus voor de dansers is het moment dat ze op toneel komen, gaan ze ook niet meer af. En dat is ook het moeilijkste in een voorstelling, zeker als je niet afgaat van het toneel. Om meteen totaal niet bewust te zijn van het publiek, maar echt, ja, zij als groep. Dus dat je als publiek daarin wordt een beetje wordt meegenomen en niet van, oh, en daar zit het publiek en ik ga nou mijn dansje voor jullie doen. Dus als dat wordt, als dat lukt, dan is het voor mij geslaagd. Okay. Ja. Nou, heel erg bedankt. En ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, nou, goed zo. Dankjewel.
man. Man or woman. Don't ask me why chromosome. Patiently awaiting the grave. It is of grave importance. It is of grave importance. It is of grave importance. Is it of grave importance? Steeds meer bij. De jongen vond ik heel apart. Het was een soort van alsof hij autistisch was of aanvallen had. En ik weet nou niet precies hoe hij dat probeerde uit te beelden. En of hij dat eigenlijk wel bedoelde uit te beelden. Verder vond ik de dansen samen, dat ze met z'n vieren waren, heel mooi. Alles was heel gelijk, echt heel erg gelijk. Het strekken van de voeten, het pointen van de voeten was heel mooi. Ja, je kan echt wel zien dat er iets van ballet in zit, maar het is niet wat je verwacht. Het is niet mensen in tutu'tjes die alleen maar pirouetjes maken en plié's. Maar er zit een soort van verhaal in, maar die moet je zelf zoeken ofzo. Dat vond ik er een beetje moeilijk aan. Op een gegeven moment was er een soort van vierkant er kwam welke iemand uit, waar ik niet heel veel van snapte. Ja, misschien ligt het aan mij. Mijn gevoel nu is een beetje apart, omdat ik niet precies weet hoe ik me moet voelen. Aan de ene kant heb ik zoiets van, het is blij, er zaten hele blije stukjes in. Aan de andere kant, het begin was de muziek heel monotoon. En daarna veranderde dat wel een klein beetje, maar toch bleef elke keer hetzelfde ritme en tempo. Ik weet niet, ik denk niet dat ik nog een keer naar zo'n voorstelling zou gaan. Maar mocht je een keer iets aparts willen meemaken, moet je het zeker doen.